stabiel is, maar die meandert door de tijd heen, wordt langer, wordt korter en in de afgelopen decennia is die met name langer geworden. En nu is er een mogelijkheid om te zeggen, als die inspanning die Rijkswaterstaat moet verrichten onevenredig hoog is en daarmee ook de natuur onevenredig hoog belast, dan zijn er mogelijkheden om diezelfde vaartwiel een handje te helpen door een doorsteek. Burgemeester De Hoop die refereerde net al terecht aan de slink, waar de Piankrichtlijn is toegepast. En dat zou heel goed ook op de vaartwiel aan Noord-Holbert kunnen. En als laatste, de vaartwiel aan Noord-Holbert staat niet op de kaart als het hoofdvaarweg, maar als je kijkt naar het aantal verkeersbewegingen en met name het aantal passagiers wat daarover vervoerd wordt, en dat zijn er 1,2 miljoen alleen op de veerdienst, dan is die status van hoofdvaarweg wel aan de orde. Het aantal scheepsbewegingen is hoger dan de vaartwiel naar de Schelling en het aantal passagiers wat wij vervoeren is ook hoger dan de Schelling. Dus het is ook zaak dat er duidelijkheid komt, niet alleen voor het afhandelen van de contractuele afspraken, maar met name ook voor de veilige afhandeling.